half twaalf. Ik blijf het een beetje raar vinden dat twee Belgen die in Westdorpen wonen zo hun dorp promoten. Eerder gingen ze al van Westdorpen naar Westdorp. Dat ligt dan in Nederland. Maar nu gaan ze voor promotie een stapje verder. En ik heb Stefan Joos aan de lijn. Stefan, goedemorgen. Hey, goedemorgen Elsa. Want wat gaan jullie doen? We gaan dit jaar, in vervolg van vorig jaar, gaan we dit jaar eigenlijk met de DFDS Seaways, gaan we van de haven van Gent, gaan we naar Gothenburg en willen we eigenlijk het kanaal en de nieuwe sluis een keer in de kijker zetten of toch die regio. Want ja, toch nog even zeggen, we wonen wel in Westdorpen natuurlijk. Want we zijn wel België, maar dat begint er langzaam uit te gaan hoor, behalve de klank. Oh, ik wou zeggen, de klank is nog erg Belgisch. Ja. DFDS Seaways, dat zijn die grote schepen die bijna dagelijks op het kanaal varen. Ja. Zij brengen papier volgens mij hè, naar Verbrugge. Ik heb ook al te horen gekregen dat zij Volvo-onderdelen brengen. Oh. Maar ja, daarover gaat het. Hè. We gaan het gewoon in de kijker zetten. Het gaat te volgen zijn via onze Facebookpagina. Van, ja, wat brengen zij? Hoe ziet het eruit? Anderzijds gaan wij andere locaties in de kijker zetten. Zoals bijvoorbeeld het museum van Sluiskil. Doet een tijdelijke tentoonstelling rond wat is er nu veranderd in de loop der jaren in het kanaal en dergelijke. Ja, en vanochtend waren jullie al op de toren van de brug van Sas van Gent. Ja, wat heb je daar gedaan? Wel, het blijft een mysterie. Hoe ziet die toren eruit van binnen? Wat gebeurt daar nu eigenlijk? En ja, we staan wel vaak voor de brug, maar wat gebeurt er nu eigenlijk in en rond die brug? Dus daar wilden we toch wel een keer vragen van, lukt dat? Mogen we even een kijkje nemen aan de hand van foto's? En die beelden brengen wij in de loop van de week brengen wij die vrij. Dus ook een dikke bedankt. En Stefan, heb je op de knop mogen drukken om de brug te laten draaien? Helaas niet. Er kwam voor één keer dan toch geen boot. Oh nee, ja, want het lijkt wel alsof ze gewoon om de minuut komen, hè, die schepen. Maar op maandag lijkt het rustiger, of is het rustiger? Maandag is het blijkbaar een rustige dag in de week. Aha. Nou, woensdag vertrekken jullie, dan stappen jullie echt aan boord om naar Zweden te varen. Wanneer ben je terug? We zijn de week erop komen wij terug aan. En eigenlijk wou ik vragen of we daar nog een korte oproep mogen doen. Wij gaan met de boot varen, wij gaan door het kanaal en wij willen eigenlijk met een vlag staan wapperen. Wij gaan de Westdorpse vlag wapperen. We zouden het fijn vinden, we zijn lang geen popster of wat dan ook, maar we zouden het wel fijn vinden indien wij foto's van mensen aan de kaai, van ons of van de boot, want het is wel niet dat de Westdorpse vlag of andere vlaggen zouden wapperen, de vlag van Zeeuws-Vlaanderen nemen ook mee, dat we daarvan een foto van hebben van op de boot van aan het kanaal. Maar het is een beetje te koud om een hele ochtend daar met je vlag te staan wachten tot jullie eens voorbij varen. Dus hoe laat varen jullie het kanaal uit? Wij vertrekken om 2:00, dus ik schat dat wij rond de vorige week is hij hier voorbij gevaren om 3:45 in Westdorpen. Dus het moet ergens tussen 3 en 4:00, 3:30, 5:00 in Terneuzen zijn. Oké. Laten wij jou woensdag nog eventjes bellen om een iets exactere tijd. Want ik vind 2:00 op die koude zeedijk staan. Ja, dat wil je toch niemand aandoen, hè? Nee, dat is waar. Dan gaan wij voor meer details. Oké, Stefan, alvast heel veel succes gewenst. Stefan Joost, hij gaat samen met Fabrice Lottin. Beide uit Westdorpen gaan ze dus een soort promotour maken. Met de boot naar Zweden.